Vlog, 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 vlog! Hallo, welkom bij mijn nieuwste vlog. Deze wordt een beetje anders, want ik ga vandaag unboxen. Ik kijk er altijd graag zelf naar. Ik heb al een keer eerder een unboxing gedaan. Als begin van mijn fietspimp vlog. Maar nu ga ik wat anders doen. Ik wil namelijk mijn filmpjes gewoon wat beter maken. En ik ga uitpakken wat ik daarvoor heb bedacht om dat beter te maken. Dus ik hou nog even in spanning. Eerst wat ik ga openmaken is deze verpakking. Op dit moment heeft de Dekenmarkt een messenactie. En we hebben ons eerste mes gehaald. En heel veel unboxers, mensen die dus van die doosjes openen, die doen het altijd met een heel spannend groot mes en zo. Dus ik denk, hey, nieuw mes. Leuk, ga ik daarmee doen. Dus die ga ik even unboxen. Nou, er staan allemaal waarschuwingen op. In allerlei talen. En niet in het Nederlands. Oh ja, pas op, deze messen zijn zeer scherp. Nou, dat is mooi, want dat is natuurlijk de bedoeling van een mes. Dit is het grootste mes wat in de collectie zit. Hier is nog uitgelegd hoe ik het moet overmaken. Dus dit mes kan ook door hele domme mensen worden aangeschaft. En dit is hem. Ja, dat ziet er wel imposant uit. Dit ziet er wel imposant uit. Kijk of hij heel scherp is. Nou, het voelt als een goede kwaliteit mes. Ik denk dat het inderdaad al erg scherp is. Maar hij houdt lekker in de hand. Hij heeft echt wel een beetje gewicht. Dat vind ik fijn bij een mes. Hij voelt niet flimsy. Dus ja, top mes. Nou, volgende pakje. Het eerste pakje wat ik ga openen, dat komt van Amazon. Even mijn adres afdekken. En ja, hoe doe je dat dan? Zo. Dit zit erin. En wat is het? Het is van AGP Tech uit China. En je zit voor afvragen, wat is dat nou? Nou, dit is dus een verrassing voor jou. Ik weet wat erin zit. Een mooi zakje is het. En wat zit er in het zakje? Ik zal de rommel even opzij schuiven meteen. Wat zit er in het zakje? Er zit in. Wat is het nou? Ik zal zo uitleggen hoe het heet. Het heeft een leuke naam. Een kabeltje. Met een 3,5 mm plug. En een USB-C. Een heel lang snoer en een microfoontje. Kijk, ik wil mijn geluid wat beter maken. Er zit nog meer in. Ik zal het zo verder uitleggen. Nog meer plugjes en twee stekkertjes. Want het is een brevet. Ik kan hem aan mijn shirt vastmaken. En nog een extra sponsdingetje. En nog een snoertje. En een gebruiksaanwijzing. En dan is die leeg. De reden dat ik een microfoontje heb aangeschaft is omdat ik best wel heel vaak content moet weggooien, want op de GoPro zitten een paar kleine gaatjes waar een microfoontje achter zit, eentje aan de voorkant hier vlak onder de lens en eentje aan de zijkant. En als ik hem gewoon vasthoud, ik heb vaak een statiefje om, maar ik heb hem ook vaak gewoon los in mijn zak en dan hou ik hem zo vast, dan zit ik wel eens met mijn vinger voor dat gaatje en dan kan ik het weggooien, want dan ben ik gewoon niet te verstaan. Bovendien, als het waait, microfoons hebben daar ook wel heel veel last van wind. Dat heb je vast wel eens gemerkt als je regelmatig mijn vlogs kijkt. Dus ik dacht, ik koop een echte microfoon. Dit hoort daar echt bij. Dat is echt voor de storm. Want dit noemen ze een dead cat, oftewel een dode kat. En die kan ik hier, in plaats van dit bolletje, kan ik dat hier overheen doen. En die zorgt ervoor dat ik dan niet zo heel veel last heb van de wind. Als het goed is. Gaan we straks eens wat testen of zo. Voelt heel zacht. Dat past een hele lieve kat. Nou, en verder zit dit er dus bij. Ik weet niet zo goed wat het nut is van dit stekkertje. Misschien
Misschien staat het in de gebruiksaanwijzing, maar ja. Gebruiksaanwijzing, dat lees je natuurlijk eigenlijk niet. Maar ik weet wel waar dit voor is, want dit maak ik dus vast hier aan. Even kijken, ik moet gewoon klikken voor mij. Kijk, en dan kan ik het aan mijn shirt doen. Een draadje gaat dan door mijn overhemd en door mijn shirt heen. Naar de camera. En dit zit dan onder mijn mond. Dus zoiets. En als het goed is, ben ik dan beter verstaanbaar. Voor zover ik natuurlijk verstaanbaar ben. Ik weet het. Ik ken mijn handicap. Dus nou, gaan we testen. Ik vind het een vrij uitgebreide set. Het was niet duur. Vind ik. Het was 2 tientjes. Dankzij dit stickertje zou ik hem ook kunnen gebruiken op een telefoon. Misschien wil Netje, mijn vrouw, hem wel lenen voor haar TikTok-filmpjes. Ze maakt hele leuke TikTok-filmpjes, als je dat een keer wil zien. Ze heet Nette Piet op TikTok. Nou, ik weet niet waarom dit is. Ik weet ook echt niet waarom dit is. Dit is gewoon een stereo-sticker, toch? Nee, maar fijn. Volgende pakketje. Ook het tweede pakketje is van Amazon. Maar dan weer van een andere verkoper. Amazon werkt wat dat betreft net zoals bol.com. Van allemaal verschillende verkopers. En ja, gaan we even openmaken. Stoer hè met dat mes. Wat zit hierin? Oh, dit is een veel grotere verpakking dan ik had verwacht. Hierin zit nog een microfoontje. Als je het doet, dan moet je het goed doen. Deze is voor andere omstandigheden. De microfoon die ik net liet zien, die gebruik ik dan vooral als ik veel wil of moet vertellen. Deze microfoon die kan ik gebruiken gewoon voor omgevingsgeluid. Hij heeft maar een heel klein microfoontje. Hij kostte ook maar heel weinig, maar schijnt best een goede kwaliteit te geven. En deze die kan ik gewoon onderaan gewoon aan mijn camera vastmaken. En dan kan ik me zo richten. Ook hier zit weer zo'n dingetje bij. Hier zit geen deadcat bij, dat is dan wel jammer. Maar deze helpt ook al hoor. Je moet hier omheen. Best moeilijk met al die snee en die pleisters. Maar deze kan ik dus gewoon zeg maar. Deze kan ik gewoon ook gebruiken. Dan heb ik een keuze. Kan ik kijken naar de omstandigheden. Het volgende pakketje. Dat is echt essentieel. Want mijn camera die heeft helemaal niet van zulke stickertjes. Mijn camera is eigenlijk helemaal niet geschikt voor microfoontjes op zo'n manier. En dat hebben ze heel onhandig gedaan, vind ik, bij GoPro. Dus. Oh, dit is in beeld. Dat doe ik stoer met de mes, zit niet eens in beeld. Nou, dat is het dan. Dit heb ik absoluut nodig. Zonder dit heb ik niks aan de microfoon. Dit is helaas ook het duurste onderdeel van wat ik heb gekocht. Er komt nog één ding hierna. Dus dit doe ik in de camera. En hier kan ik dan de microfoon in doen. Even kijken. Voorzichtig met het mes. Kijk, het stelt ook echt helemaal niks voor. Dik 60 euro kost dit. Mijn god. Maar nou, dit is het. Dit is waar het om draait. Wat dan super handig is, is dat dit ding eigenlijk. Nee, ik kan daar niks mee. Zo. Want dan moet ik aan de buitenkant van mijn GoPro zo steken. En dan hangt dit eraan vast. Nou, toen zag ik een andere vlogger. Die had daar een hele mooie oplossing voor. En dat zit in het laatste doosje. Dus daar gaan we nu nog even naar kijken. Dit doosje heb ik, dat komt bij bol.com vandaan. Dus ik heb allemaal verschillende. Maar het is uiteindelijk geleverd door Mojo Gear.
Ook niet goedkoop, maar als het goed is wel echt hele mooie kwaliteit. Hij was €50, geloof ik. De microfoontjes waren, de ene was 15 en de andere was €20. Dat vond ik wel heel goedkoop. En dit is dan weer heel handig. Oh, ik krijg volgende keer korting. Dit is dan weer heel handig. Nou, laat ik zo zien. Ik zal even het plastic eraf halen. Nou, plastic gaat er nu eindelijk af. En wat zit hier nou in? Hier zit een casing in. Een omhulsel voor mijn GoPro. Met het gereedschap. Ik ga hem netjes inpakken. Het dingetje is om hem aan een statiefje vast te maken. Stickers. Ja. Dit is het. Dit is het ding. En dit is echt briljant. Oh, dat is wel vrij zwaar. Nou, kijk, hier doe ik dus mijn GoPro in. Deze ding is nodig. Niet eens waar het voor is. Hier doe ik mijn GoPro in en dan kan ik hier dit ding in doen. En dan zwingelt hij er niet aan en dan kan hij hier zo, hup, aan mijn GoPro vast. Nou, hoe briljant is dit? Ik hoop ik kan deze ook nog vastdraaien, dat hij niet uitvalt. En dan kan ik hier, doe ik dan mijn microfoontje aan vast. Nou, nogmaals, opeens wordt het professioneel. Dit is de achterkant trouwens, dit is de voorkant. Ik kan ook nog eventueel filters eraan vastmaken. Hier heb ik een hot shoe. Ja, dus dan kan ik eventueel een flitser of een lampje. Ik weet niet waarom er twee op zitten. Want dat kan hier natuurlijk ook op. Dus ik kan hier nog iets in. Dan krijg ik zo meteen wel in de gebruiksaanwijzing. Maar dit is echt metaal, zwaar spul. Hier is het deurtje. Werkt het? Door het achterdeurtje, dit deurtje kan ik hem als het goed is erin doen, maar dan moet deze er eerst af. Nou, dat heb ik allemaal voor jou, mijn abonnee, over. Dus, nou, ik ga het straks testen. Het mes heb ik getest, dat is scherp. En ga ik nu kijken hoe het met de microfoontje zit. Ik ben nu, als ik film maar weer met mijn vinger op de microfoon. Ik ben nu klaarmaken om erin te maken. Ik had dit er nog bij. Dit zat hier onder lens heen. Dat is voor filtertjes. Voor ND-filtertjes. Dat is als er te veel licht is. Er zit namelijk geen diafragma op deze camera. Maar ik schuif hem nu in het ding. Even kijken hoe dat gaat. Ik ben blij. Ja, prima. Het past precies. Like a glove. Deurtje dicht. Ja, perfect. Ziet er heel goed uit zo. Heel stevig. Ik kan hier ook nu, hier is een plek voor een filter. Ik zou er nog een beschermend filter voor kunnen doen. Misschien doe ik dat wel. Net dat mijn lensje niet zo snel beschadigd als ik ergens. Hij is wel echt een heel stuk zwaarder en groter geworden nu. Dus het is wel moeilijk om zomaar even in mijn zak te stoppen. Maar ja, alle voor's heb ze tegens. Oké, tijd om even te gaan testen. Dit is het geluid van de ingebouwde microfoon. Dit is het geluid van het kleine microfoontje. Ja, en toen werd het stil. De microfoon die ik had besteld met het draadje, die bleek niet te werken. Kan een keer gebeuren, dus ik heb besloten eens een tweede kans te geven. Ik heb toen wel de retourprocedure van Amazon moeten doorlopen. Nou, dat ging eigenlijk best heel soepel. Ik moest het gewoon invullen op de website. Retourticket uitprinten, dat moest ik afgeven bij een DHL. Dat zit verderop in de straat. Toen heb ik wel eerst gewacht dat ik mijn geld ook extra terugkrijg. En toen heb ik van dat geld gewoon weer
dezelfde microfoon aangeschaft. Dus die is nu binnen. Dus die ga ik nu even openmaken. Nou, ik moest deze schaar gebruiken van mijn vrouw. Ah, dit gaat nu veel beter. Kijk of dezelfde erin zit. Ja hoor, dat is de goeie. En daar is die dan. Zit hetzelfde erin? Ja, stickertjes, klauwtjes, dode kat, draadje met die microfoon. Een verlengdraadje en nog een verlengdraadje. En de gebruiksaanwijzing in een mooi hoesje. Hoe mooi is dat? Nou, gaan we nu toch weer verder met testen. Oké, ik begin de test gewoon weer helemaal opnieuw. Het waait. Ik sta hier niet echt vol in de wind, maar het waait wel een beetje. Dus ik ben benieuwd of je daar wat last van hebt. Dit is met de interne microfoon. En ik ga nu even overschakelen op deze microfoon. De kleine microfoon die zit er nu in. Ik ben heel benieuwd hoe het geluid van deze microfoon is met de wind. De wind waait, nou, het waait niet heel erg hard. Maar ik ben benieuwd hoe, hoe de omgevingsgeluiden worden opgepikt door dit microfoontje. Dan sla ik nu over op het draadmicrofoon. Dit is opgenomen met de draadmicrofoon. Ik ben heel benieuwd hoe dit klinkt. Het waait... Ah, de wind. Ik heb niet de dode kat erop. Misschien dat ik dat nog even moet testen straks. Dat doe ik strakjes wel. Maar het mooie van deze, ik kan het nu van me afdraaien en het geluid blijft hetzelfde, want de microfoon blijft gewoon op dezelfde plek. Dus ik kan leuk de spin filmen. Dus dat is wel heel leuk als ik iets met rondlopen doe of zo, dan kan ik om me heen filmen en het geluid blijft gewoon goed. Ik ga jullie wel meenemen naar iets leuks vanavond om hem verder te testen. Ik ga hem strakjes testen als ik aan het fietsen ben, want we fietsen vanavond naar Run toe met Remco. En dan fietsen we samen naar het slachthuis, want daar spelen we eentjes en dat wordt ons eerste gezamenlijke concert in sinds maart vorig jaar. Vlak voor de lockdown zijn we naar Ken Shaker Pie geweest in Amsterdam en dit is de eerste sindsdien. Dus ik verheug me daar zeer op. Dan kan ik ook de microfoons uittesten bij een beentje. Hoe kan ik zo'n beentje het beste opnemen? Kan ik zo'n beentje ook filmen en dan dat ik zelf verstaanbaar blijf? Omgevingsgeluid, hoe werkt dat? En dus op de fiets. Dus dat hoor je straks. Overigens had ik dit stukje net ook al opgenomen. En ik moet nu wel een beetje een mea culpa doen richting de microfoonfabrikant. Hij deed namelijk in eerste instantie weer niks. Dan denk ik, oh, bah, wat vervelend nou. Dan heb ik weer een kapotte microfoon. Maar toen ging ik even kijken en toen zag ik dat hij... Dat het plugje, de 3,5 mm jack, die had 3 zwarte streepjes. En de andere microfoon, die had 2 zwarte streepjes. Ik denk, er zaten verlengstickertjes bij. En inderdaad, één verlengstickertje, die had, met het haakse bochtje, die had ook 2 streepjes. Dus ik denk, toch eens proberen. Dus ik heb dat stickertje erin gedaan en toen deed hij het gewoon. Dus dat betekent waarschijnlijk dat ik, waarschijnlijk denk ik wel zeker, de vorige microfoon die ik dus heb teruggestuurd, en die ze waarschijnlijk... En want zo gaat het helaas bij Amazon, hebben weggegooid of vernietigd. Die deed het dus gewoon. Excuses, lieve microfoonfabrikant. Tip, doe even een gebruiksaanwijzing erbij of zo. Er zit een papiertje bij, maar er staat helemaal niks op. Dus doe even een gebruiksaanwijzing erbij. Dan had ik dat gelezen. Dan had ik geweten, ik moet een stekkertje ertussen doen. Maar ik dacht dat het alleen maar om de haakse bocht ging. En niet om dat het stekkertje ook anders zou zijn. Enfin, tipje, gratis van mij. Ik heb dus dit hele kastje zit er nu gewoon omheen. De microfoon die zit, de adapter zit hierin, door het deurtje heen. En hier schakel ik dan de microfoon in. En zo loop ik dan rond. Hij is wel een stuk groter dan als ik alleen maar de GoPro gebruik. Die kan ik makkelijk in mijn broekzak doen. Dat kan bij deze niet zo. Dus ik ga hem echt niet altijd gebruiken, maar... als we even serieus wat gaan opnemen, dan gaat het prima. Dus. Goed, het eerste stuk van de route doe ik met de microfoon met het kabeltje. Ik fiets naar hem toe. Het waait en ik fiets. Ik heb de Dead Cat erop zitten, dus ik ben heel benieuwd hoe dit klinkt. Ben ik verstaanbaar? That's the question.
En bij rem ga ik dan wisselen van microfoon. Dat. Ben ik verstaanbaar? Testing, testing. 1, 2, 3. Ik heb nu het kleine microfoontje erop zitten. Op mijn gericht. Er zit ook wel een schuimdingetje op, dus wie weet. Nou, dat gaan we ook weer doen, Rem. We gaan naar beentjes. Met slachtstroom. Eindelijk, hè? Voor het eerst in anderhalf jaar. Na anderhalf jaar mogen we weer gewoon naar beentjes toe. Ja, het staat in de jaren 60 beentje, zag ik. Het zag er heel leuk uit. Helemaal in stijl zijn ze. En die andere kon ik niet helemaal vinden, want er waren twee bands met dezelfde naam. Oh. Ja, en eentje was een beetje meer punk en de andere was een beetje meer, weet ik niet. Ja, voor mij is het Goed, nu neem ik het geluid op met de ingebouwde microfoon. Dus hier heb je voor mij wel wat omgevingsgeluid. Ik zal hem even omdraaien. Want we fietsen natuurlijk wind tegen. Nu is het net als gezellig. Dan hoor je het lekker langs die microfoon suizen. Nou, gaan we straks kijken hoe beentjes klinken. Nou, we zijn gearriveerd. Ik ben helemaal emotioneel. Het is voor het eerst in anderhalf jaar dat we weer zoiets doen. En dan is er ook nog eens een hele mooie lucht. Kun je dat zien? Dat is heel mooi. Ik hoor al iets. Ja, ik hoor geluid hoor, jongens. Het ziet er een beetje desolaat uit. Nou ja, we horen het wel. Receptie van de eeuw. Het is afgelast en ze waren vergeten door te geven. Of tenminste, we hebben het in ieder geval niet gezien. De beentjes vermoorden, dat is niet ongesmakelijk. Dus we kunnen onverrichte zaken weer naar huis fietsen. Nou, ik had me zo verheugd. Kut, sorry. Oh, sorry. Piep. Nou, we leven een week later. Het concert van vanavond gaat wel door. Beter. Want in het patronaat is dat altijd leuker. Dus ik ga de microfoon eens testen in mijn concert. Nou, we zijn daar. We zijn dit. Ik zal nog even de lobby laten zien, want het is helemaal verbouwd hier. Vroeger was hier de garderobe, hier in het midden. Maar dat hebben ze nu verplaatst. Ja, dat is nu anders. Je hebt nu lockers. Die allemaal met een app, maar via internet moet je die doen. Dat kost heel veel tijd. Dat is niet heel handig nog, maar misschien is het te verwinnen. Ik ga hem nu openmaken met een mailtje. 446 hadden wij, hè? Probeer hem eens te openen en kijken of hier wel dicht is. Maar moet je even drukken. Ja, oké, ga ik nu openen, kijken of het echt werkt. Ik heb hem open gedrukt. Doet hij het? Nee. Nou. Oh, hij doet nu iets. Hij doet iets. Met zijn touch, hè? Hij gaat niet open. Het is over 12, ik ben weer thuis. Het was een topavond. Ik wil nog even een paar korte overwegingen meegeven over deze avond. Ten eerste was ik heel blij er weer te zijn. Er is niks leuks dan naar een concert gaan. Dus dat na anderhalf jaar eindelijk weer mocht. Dit was niet helemaal mijn muziek, maar het was top. Het was echt geweldig om daar gewoon te zijn. Wat mij heel erg opviel aan mezelf is dat ik helemaal geen last had van het feit dat ik gewoon af en toe hutje mutje tussen andere mensen stond. Die anderhalve meter die was echt helemaal niet meer geldig. En het was eigenlijk meteen gewoon en meteen oké. Dus dat viel mij mee van mezelf.
Over de, ja, ik ben niet echt een metal liefhebber. Ik geloof niet dat ik één metalplaat in de kast heb staan. Maar ja, de scene, ik vind het ook wel leuke muziek. Er zijn een paar dingen die mij opvielen. Ten eerste qua muziek. Solos lijken in de metal wel heel snel op elkaar. Dat is altijd dat. En dat is een soort trucje en dat passen ze bijna allemaal toe. Dus daarom ben ik niet zo'n fan daarvan. De mensen zijn onwijs leuk. Het publiek. Die gaan echt heel leuk bij elkaar om. Die doen wel een soort van macho dingen doen ze dan. En een beetje stoer lopen. Ze zijn allemaal stoer en zwart gekleed. En ik viel heel erg op met mijn overhemdje. Ik had er helemaal niet aan gedacht. Zo ontwennen ben ik het. Dus ik werd, voordat we bij de garderobe waren, werd mij al 3 keer gevraagd van, dan moet je niet naar de 40 up. Want dat was een dansfeest voor oude mensen boven. Ik zei, nee. Maar oh, je hebt geen t-shirtje aan, zei de laatste. Ik denk, oh, vandaar dat ze het aan me vragen. Want nou, ik ben nu al oud, maar zo oud. Maar dan lopen ze dus heel stoer in zwarte kleding. En dan waren bijvoorbeeld een paar jongens, die hadden daar zo'n spijkerjackie zonder mouwen. En die was een helemaal volgenaaid met badges. En die waren echt heel stoer en heel macho. Liep je dat te doen, wel op een leuke manier hoor. Maar, en toen dacht ik al even van, ja, wie zijn die bedjes? Ik zie dat voor me, hoe die bedjes op die jasjes zijn gekomen. Dan zit ze op een jongenskamertje, zit ze met naald en draad en de tong uit hun mond. Zit dat zelf op te naaien. Of misschien vragen ze, mam, wil jij het erop naaien? Want ik kan het niet. En opeens zijn ze dan toch niet meer zo stoer als je daaraan denkt. Er wordt best wel wild gedanst en gepogoed. Of ik weet niet hoe dat slamdance zit, geloof ik, bij metal, dat weet ik nog niet eens. Maar dat gaat allemaal goed en dat is allemaal leuk. En als iemand valt, dan is bij in de punk scene, in de hardcore scene. Iedereen haalt elkaar weer op en iedereen let op elkaar. En niemand doet een ander pijn. En het is echt heel leuk. Dus het was heel fijn. Deze vlog die gaat eigenlijk natuurlijk over het testen van de microfoontjes. Ik ben nog niet klaar. Ik ga nog 1 testje doen. Morgen speelt Clobus Claw bij Noordend. Mijn allereerste in-store in 1,5 jaar. En dat is ook muziek natuurlijk. Dus ik wil even kijken hoe het daar gaat. Ik ben nu in een lawaaiige omgeving zoals je hoort. Ik ben heel benieuwd wat je van mijn spraak opvangt. Dit is door het kleine microfoontje. Dit is door de microfoon van de camera, van redelijk dichtbij zoals je kunt zien. Ben ik verstaanbaar. Deze microfoon erin. Ik verwacht dat die het beste is, maar dat weet ik nog niet. Zometeen gaat Clobus Claw spelen en daar ga ik een klein stukje van opnemen. Ik ga proberen om van met iedere microfoon 1 heel nummer op te nemen. En de best gelukte die zet ik dan apart op YouTube. Dus hou je van Clobus Claw, dan moet je even kijken. Pannenkoek. Je snapt, ik ben verstrikt meteen vergeten dat ik nog verder moest testen. Dat laatste stukje had ik opgenomen met het kleine microfoontje. En ik ben er nu achter gekomen dat ik aan het monteren ben. En de opnames heb gezien dat dit microfoontje veruit de beste kwaliteit levert. Jammer genoeg heb ik daar dus niet een heel nummer mee opgenomen. Wel met een knoopmicrofoontje. Dus dat nummer wat je net zag, die zal ik ook in zich heel apart nog op YouTube zetten. Maar mijn conclusie is dat deze microfoon eigenlijk in bijna alle gevallen gewoon supergoed functioneert. Maar het is natuurlijk niet heel handig om alsmaar een microfoon ingeplugd te hebben. Maar ik vond ook de concertgeluid, ja, vond ik ook met deze echt beter dan met de andere 2 microfoons. Als ik alleen maar met de ingebouwde microfoon werk, dan denk ik, nou, valt eigenlijk wel mee.
Ja, dus gewoon voor gewone dingetjes, dan valt het wel mee. Maar als ik deze ga gebruiken, dan hoor je, vind ik, wel een groot verschil. Ik monteer met mijn koptelefoon op. Ik weet niet hoe je dit filmpje bekijkt, of je het met of zonder koptelefoon doet. Maar met koptelefoon vind ik dat je echt wel een groot verschil hoort. Ik ben heel benieuwd naar jouw mening. Dus zet in de comments wat jij de beste microfoon vindt. Maakt het nou heel veel uit? Als ik gewoon een simpel vlogje maak, dan is het heel onhandig om met een hele grote ding rond te gaan lopen. Dus dan haal ik hem er dan uit en doe ik met de ingebouwde microfoon. Maar als ik het wat serieuzer, als we naar een museum gaan bijvoorbeeld, dan is het heel prettig als ik commentaar kan leveren of iets kan vertellen over de kunstwerken. Met dit microfoontje hoef ik niet zo hard te praten en dan val ik niet zo op. Ja, dat. Maar ik ben benieuwd naar jouw mening. Dat was hem. Abonneer je. Like. Ik vind like is heel leuk. Maar ik vind views vooral heel leuk. Nou, later.